Dit zijn mijn ouders. De foto is gemaakt door mijn man, Ivan Wolvers, op de 75ste verjaardag van mijn moeder. Mijn vader is in 2009 gestorven en mijn moeder mist hem nog steeds. Ze is eigenlijk nog altijd in de rouw. Als je goed kijkt, dan zie je dat mijn moeders rechter en mijn moeders linkerhand niet even groot zijn. Dat komt omdat ze op haar derde jaar kindervlamming heeft gekregen. En dat heeft haar eigenlijk wel gemaakt, wie ze is. Maar ook de jappetijd, de Tweede Wereldoorlog, heeft haar gemaakt. En de revolutie daarna, de angstige tijden. En de soms erg zware aanpassing in Nederland. Als jonge moeder, meteen met een kleine baby in een land dat ze eigenlijk niet kende. Kortom, ik heb haar leven in een boek gevat. En de titel is Haar Goede Hand. Het boek verschijnt in april 2016 bij de Arbeiderspers.